dus laat ons zelf staat niet in het zuid van de open VLD dat het voorstel van de mensen zijn van de andere mensen. Er zijn heel veel mensen. Nee, het is zo dat het authoritarian governments can just do anything they want to in the cyberspace. We all know why we're here today. We're here because 4 months ago, Americans and the rest of the world were finally broadly awakened to the fact that parts of our government don't see the internet and the rest of our communications infrastructure the same way that we do. Vanaf nu moeten telecombedrijven een heleboel gegevens een jaar lang opslaan. Naar wie je belt, hoe lang, hoe vaak je e-mailt en zelfs met wie je via het internet belt met Skype. Het lijkt een hele inbreuk op de privacy. Of a number of interesting companies, including Philip Morris. Philip Morris is currently suing two countries over tobacco legislation, Australia and Uruguay. It is demanding €2 billion in compensation from Uruguay for health warnings on cigarette packs and has a similar lawsuit against Australia. That is on the basis of existing trade and investment agreements that contain excessive rights for foreign investors. And these same rights are currently being negotiated in the EU-US agreement. There are over 500 claims that have been filed against countries across the world. Je hebt in deze straat het hoofdkantoor van de Europese Bankenfederatie, dus een van de belangrijkste lobbygroepen van de financiële sector. Mm-hmm. Je hebt het kantoor van Philip Morris, de grootste tabaksproducent ter wereld. En je hebt bijvoorbeeld aan de overkant van de straat hier het lobbykantoor van de Bank of New York Mellon, een grote Amerikaanse bank. Mm-hmm. En die bank heeft in 2010 de Europese commissaris voor de interne markt ingehuurd als lobbyist. Dus hij is door de draaideur gegaan en dus, een tijd lang heeft hij deze bank geholpen met het afzwakken van nieuwe Europese wetgeving voor de financiële sector. Ah, oké. Okay. En is dat gelukt? Dat is toch wel aardig gelukt, ja. Na de financiële crisis was het toch wel consensus dat er behoefte was aan stevige regelgeving. En dat is uiteindelijk valt het toch behoorlijk tegen wat er is uitgekomen. Mevrouw Rutte, u kwam vorig jaar zeer enthousiast terug uit de Verenigde Staten, onder meer heel erg gefascineerd, hè, door dat verhaal. Ja, dat klopt. Meanwhile, increased levels of methane gas in water supplies have been reported in areas of intensive drilling. This is the water, it's in my well, and supposedly I'm supposed to be drinking it. Een vliegende studio, voor alle duidelijkheid. Nee, ik wou zeggen, want in Nederland is er ook een heel hevige politieke discussie over, zegt u dan, vanuit standpunt van Open VLD. Ja, hier voelen wij wel voor. Dit willen wij echt steunen. U hebt er ook een studie daar gaan besteden. Ja, omdat als je wil weten waarover je praat, je moet luisteren naar experten en het geen zin heeft om op basis van vooroordelen of dogma's of angstscenario's te praten. Hè. We weten dat we dus nog een aantal jaren, tientallen jaren nodig hebben voor we die volledige ommeslag kunnen maken naar hernieuwbare energie. En dan is het de vraag, wat doen we intussen? En welke manieren hebben we om, één, meer duurzaam om te gaan? En gas is nog altijd een propere energiebron, of toch beter dan olie of nucleaire energie. Dan moeten we, denk ik, goed luisteren naar wat de wetenschap zegt over de mogelijkheden om ook in Europa die nieuwe vorm van gaswinning, want dat is het uiteindelijk, om die aan te boren. Heel letterlijk dan. Once the chemicals are injected and the fracturing process is complete, a large percentage of that fluid comes back up.
So we have purposely polluted large quantities of fresh water with chemicals that do not belong in the human environment. And now we have the responsibility, the industry and the landowners have a responsibility to dispose of them properly. But we're talking enormous quantity. Webpiraat, wij geloven dat de democratie een zaak is van de burgers en niet van de overheid en van multinationals zoals nu het geval is. En daarom willen wij alle burgers oproepen om samen de macht weer in eigen handen te nemen. Geloof in je eigen kracht. Zij die ons makkelijke en kant-en-klare oplossingen aanbieden, die vertrouwen wij niet. Wij geloven in onszelf en in onze gemeenschappelijke kracht.